Hallo iedereen, gewoon Martijn hier en welkom bij een nieuwe Team Fortress 2 episode. Team Fortress 2 heeft onlangs een nieuwe grote update gedaan en er is dus Man vs. Machine bijgekomen. Dat is dus een co-op game mode en ik ga met elke klas in die co-op ook eens spelen en daar dus de sterktes en zwaktes van tonen aan jullie. Hoe speel je dit? Wel, je gaat eerst naar bootcamp, dus eerst naar co-op, dan naar bootcamp. En dan kan je any mission, dan vind je sneller een game. Je kan ook team starten, dus je kan ook een party maken met je vrienden en zo. Je kan kiezen of je een game in progress wil joinen. Ik doe dat meestal liever niet. Het is dus jij en vijf anderen tegen een hoop machines. En het is allemaal met waves en je moet de bomb. Je moet het soort van bombsite verdedigen tegen een vijand die dat probeert op te blazen. Als ze dat blazen, verlies je en zo. Maar dat zullen jullie allemaal wel zien. Ik ga nu een game proberen vinden en eens ik een game gevonden heb, kom ik dan weer bij jullie terug. Hallo iedereen, gewoon Martijn hier en we zijn hier dus weer terug en we zijn dus al in de Man vs. Machine lobby. Ik ben dus een scout, dat is de eerste klas en zoals jullie ziet hebben we 6 spelers. In totaal, we hebben er nu nog maar 4, waarvan 2 engineers. Dat is al goed, want de engineer is een van de beste classes in Man vs. Machine. Er zijn dus 6 waves. Het heel coole hieraan is dat je dus upgrades kan kopen voor al je wapens en je hebt ook een power-up canteen, dat is zo voor consumables die je kan kopen. Consumables die je kan kopen, wat gaan we nu kopen. Je kan dus ook je character upgraden. Ik heb nu om te beginnen 400 credits, dus ik ga plus 2 health regeneration kopen, dat ik dus passive health regeneration heb van plus 2 per dingetjes. Plus 2 HP bij per seconde, dat is niet zo overdreven veel, maar het is toch iets. En wat gaan we dan nog kopen? We hebben nog meer dan genoeg tijd. Ik wil zeker die health regeneration en dan weet ik nog niet of ik met scattergun kan ik firing speed of health on kill kopen. Ik ga projectile penetration kopen voor mijn pistol. Dat is al een eerste tip die ik altijd aanraad. Vooral bij een heavy, maar daar ga ik glad. Maar projectile penetration is een van de beste upgrades die je kan kopen voor een wapen. Omdat de robots komen in serieuze hordes echt gewoon. En als je dan knalt, dan raak je een robot of 4-5 in plaats van altijd maar 1. Dus dat is echt heel goed voor een grote damage te krijgen. Als scout is de belangrijkste taak om de cash die enemies droppen te collecten. Namelijk, voor iedere robot die er gedood wordt, het maakt niet uit of jij hem dood of een teamlid hem dood, krijg je automatisch cash, waar je dan upgrades mee kan kopen. Links onderaan zie je nu bij mij 0 cash staat. Krijg je dus cash waarmee je upgrades kan kopen, maar iedere keer als er een robot sterft of kapot gaat of ontploft ofzo, laat die ook cash droppen en die cash verdwijnt na een tijdje tenzij je die collect. Als scout ben je niet alleen super snel, maar een scout heeft ook een grote cash collector, de grootste cash collecting range van alle classes, dus jij bent eigenlijk de beste class om cash te collecten en nu zijn ze gedropt. Die gast heeft dus de bom, dus die moeten we proberen killen. Zoals je ziet ben ik hier al de cash volop aan het collecten. Wow, what the fuck was dat? Je kan de vijanden ook niet killen tenzij ze dus je kan ze niet spawn killen als ze daarover staan. Je moet wachten tot ze dingen zijn. Ik word hier steeds geoverheeld door die medic. Ik ben gewoon een beetje aan het spammen nu. Die gast heeft de bom en die moeten we dus proberen stoppen. Zoals jullie misschien wel horen is het hier vrij druk en een totale onage, pawnage van stuff. Ik ben hier al die cash aan het collecten. Nu zien jullie dus dat er een sentry buster aankomt. Dat is dat ding. Dat is heel gevaarlijk, want kijk, nu gaat hij ontploffen. Boom, en is die sentry direct kapot. Alles wat er dichtbij staat ook. Ik ben een beetje aan het vluchten voor die scouts daar.
Ik ben eigenlijk een scout met 500 HP nu, omdat ik zo overheeld ben. Kijk, deze moeten we dus proberen stoppen. Want die heeft de bom. Mijn ammo is op. Die moeten we dus proberen stoppen, die gasten met de bom. Ik ben hier iedereen aan het afslaan met een vis. Wave completed. Kijk, en we hebben dus geen enkele credit gemist. A+, we hebben geen enkele credit gemist. Omdat ik alle credits gecollect heb. Ik heb grotendeels alle credits gecollect. Dus daarom hebben we nu 500 credits plus 100 bonus credits. Dus we hebben in totaal 600 credits. Dat is superveel. No way dat wij dat anders hadden gehaald. Ik ga health regeneration upgraden en attack speed van mijn vis twee keer upgraden. Ik ga mijn geluid even nog iets lager zetten. Zo laag mogelijk. Zonder echt volledig weg te zijn. Normaal gezien haal je dat niet met 4 mensen. Allee, is het vrij moeilijk om het te halen met 4 mensen. Maar hier viel het nog mee. We hebben twee goede engineers die heel goede damage per second hebben met hun sentries. Een demoman die, ja... Demomans en soldiers zijn heel goed voor die hordes. Engineers en heavies zijn heel goed voor tanks. Dat komt misschien later in deze wave nog wel, tanks. Kan ik daarop springen? Oh. Dat was cool. Heb ik hier een glitch ontdekt ofzo? Anyway, ik heb superveel cash gecollect. We hebben allemaal veel upgrades kunnen kopen, dus iedereen heeft 600 cash. We hebben allemaal veel upgrades kunnen kopen, dat is heel leuk voor iedereen. Dus... Hallo? Hallo, kijk eens aan mij gasten, kijk eens aan mij, ik sta hier op een invisible glitch barrier stuff. Oké, nevermind. Dus FN4 is om u weer ready te toggelen, dat je niet echt 100 seconden moet wachten. Ik ga dus weer scouty scout doen. Kijk, ik heb dus wat schade gepakt, maar ik regenereer ze ondertussen terug. Mining reenactments. Oké. Anyway, oeh, fuck, pyro's. Die zijn niet zo goed voor mij. Kijk, zoals jullie zien, ik ren hier gewoon door en ik collect al de cash. Als een echte teamplayer. Ik ben eigenlijk een supergoeie scout, ik weet niet wat dat mij hier kan overhealen ofzo, maar... Het maakt me niet zo overdreven veel uit. Ik ben hier alles aan het pawnen. Oh, fuck, giant pyro's. Er zijn dus ook giant versies van gewone bots. Voilà, ik heb die even kapot geslagen. Sentry Buster komt af. Ik zal het nog wel hebben over tactieken om een Sentry Buster te stoppen. Als we het hebben over de engineers. Oh, kut, ik ben dood. Fuck. Ik dacht dat zijn aandacht niet bij mij stond, maar ze stond er wel. Je kan... Ah, oké. Nevermind, ik respawnde direct. Soms moet je even wachten voor te respawnen en dan kan je ook kiezen om onmiddellijk te respawnen. Nu moeten we een beetje beginnen oppassen, want die gast is hier bijna aan onze vlag. Aan onze vlag niet, aan onze bomb. Fuck, ik ben ontploft. Maar anyway, de wave is dus weer gedaan. We hebben 150 credits gemist omdat ik twee keer dood was om geen... En ik kon dus geen... wat is het hier? Dinges. We gaan hier ammo capacity upgraden. Poef. Ik heb dus... Supersnel vis. En dat gaat goed handig zijn tegen de tank die nu gaat komen. Daarna ga ik stoppen met deze episode, anders wordt het te lang. En dan... ja, ik wil echt niet 7 episodes. Allee, ik bedoel, we hebben al een kans gehad, want... Ah ja, als de wave faalt, dus stel dat het niet lukt, stel dat je verliest, dat de robots de bom kunnen planten, dan
kan je. Allee, dan herstart je automatisch na de vorige wave. Dus stel dat wij deze wave niet halen, dan herstart. Oh, fucking hell. Dat is irritant. Dan starten wij. Dingsje zei. Dan starten wij terug in wave 2. Waar ben ik nu? Waar moet ik nu zijn? Overal in de map zijn er wel health en ammo packets te verkrijgen. Allee, kunnen die halen. Geen idee waarom dat die hun twee sentries daar zetten. Als er een sentry buster komt, blaas die alle twee op. Ik zal even zeggen, don't put them together. Sentry buster will blow both of them up. Dat dacht ik wel. Anyway, je kunt dus chatten met je teammates. Dat is heel goed om te overleggen af en toe. Ik zit hier op een glitch. We hebben helemaal een fluit. Anyway, kijk, ja, ik mag er nog niet te veel over zeggen over wat die engineers alle twee aan het doen zijn, want dan zou ik het een beetje verpesten voor de engineer class. Maar Scout is dus een redelijke class als ze gesupport wordt door andere goede classes. Dus in dit geval ben ik als Scout een redelijke goede class. Maar ja, het lukt die gast niet. Pap. Dus even een coole glitch voor dit ding hier te doen. Kunt hier dus blijkbaar op, dus gewoon als Scout daar en dan zo hard mogelijk naar hier springen en dan raak je erop. Geen idee hoe ik het geflikt heb. Kijk, ah wacht. En nu komt er dus een tank af. Die heeft superveel hitpoints. Boom, 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 boom. Maar we zijn hem precies goed aan het afmaken. Dat komt omdat er twee sentries op gefocust staan. De beste tactiek is voor een tank is je gaat ervoor staan. En dan sla je er constant op. Ik gebruik nu mijn vis of mijn melee weapon omdat dat de hoogste damage per second heeft. Ik heb er ook unlimited ammo voor. En kijk, ze zijn dus ook met spies die je in de rug kunnen steken en die je even kunt vermommen. Ze rennen eerst wel wat rond als vermomde voordat ze je effectief in de rug steken. Maar je moet er dus voor oppassen als je doet wat ik net deed. Ik ben er dus volop aan het slaan op een spy, precies. Hopla, ik heb een spy gekild. Met mijn vis. Het belangrijkste is dus dat die tank zo snel mogelijk kapot gaat. Allee, ik moet daar niet te lang mee wachten. We gaan het nu wel nog net halen, denk ik. Maar die tank kan dus ook de bom planten. Dus als die tank te snel geraakt, te snel bij de dingen geraakt, dan zijt je gejost. We gaan hem halen, denk ik, want hij gaat kapot zijn. Boom, hij is kapot. Good job. Dat is heel mooi. Dat we die tank zo direct hebben gekild. We hebben superveel credits gekregen. En ja, dit is dus de scout. Dus gebruik je melee weapon om damage per second te doen tegen tanks en grotere wapens. Voor de rest, ren gewoon rond en verzamel cash om je teammates te helpen. En dan zeg ik... comment, like en sub en tot later.